Zo kennen we Formule 1-coureur Max Verstappen, strak in zijn racepak. En zo zit Max er nu bij. In een korte broek race hij online tegen andere Formule 1-coureurs. The race gets underway. Omdat er geen wedstrijden meer worden gereden, race Max dus online. Voor de lol en ook een beetje om de tijd door te komen. Fans kunnen de wedstrijden live volgen via YouTube en Twitch. Oh, fuck. En Max is niet de enige die het online opneemt tegen zijn collega's. Good afternoon and welcome along to this, well, historic Grand Prix. The first ever virtual MotoGP race held in everybody's living room, well, across the world. Ook de beste motorcoureurs van de wereld waren dit weekend virtueel te bewonderen. Naar deze race keken bijna 500.000 mensen. De voetballers Dele Alli en Kevin De Bruyne spelen allebei voor Engelse topclubs en zijn normaal gesproken concurrenten van elkaar. Kev? Ja. Maar nu zijn het teamgenoten en zamelen ze geld in voor een goed doel door online Fortnite te spelen. We're not streamers, we're just doing this for once. All for a good cause. En door alles live te streamen, zorgen ze er tegelijk voor dat mensen binnen blijven, waardoor het coronavirus zich minder snel kan verspreiden.